Ik heb niet geproefd, want ik moet ook meedoen. Je ziet allemaal stone. Ja, dat is iets anders. Oh. Dus ik ga het klaarleggen op tafel. Jullie mogen niet kijken. Oké. Okay. En dan gaan we het zien. Oké. Okay. Ja, misschien. Ja, leuk, kijk naar een nieuwe vlog. Wij zijn de Vogies. En vandaag komt Romy bij ons logeren. Ja, vandaag is Romy er gezellig bij. En Desmee wilde al heel lang een nieuwe challenge doen. Met iets van snoep of iets van uittesten of dat soort dingen. Nou, en ik moest heel hard nadenken en ik wist het niet. En toen was ik van de week dus bij een winkel. En toen zag ik iets liggen en dacht ik, dit is het. Dit is het. En ze was er niet bij, dus ze heeft echt geen idee. Ze zit helemaal met smart te wachten. Maar ik moest echt al 3 dagen. Ja, en ik moest even wat klaarmaken, dus dat heb ik net gedaan. Ik heb niet geproefd, want ik moet ook meedoen. Je ziet allemaal stone. Ja, dat is iets anders. Oh. Dus ik ga het klaarleggen op tafel. Jullie mogen niet kijken. Oké. Okay. En dan gaan we het zien. Oké, okay. Ja, misschien. Ze zit met de rug naar de tafel toe. Ik laat het in ieder geval zo staan. Even kijken hoor. Ik leg het hier neer. Die doe ik even achter mijn rug. Gaan we eerst dit proberen. Jullie mogen omdraaien. Oh my. Huh? Noedels! Noedels! Maar wacht. Desmee kijkt dus dit soort filmpjes altijd. Maar dit zijn geen normale noedels. Nee, is het niet wat ik denk dat het is? Japanse dingen die ik heb gekocht. En die gaan we uittesten. Met welke gaan we eerst beginnen? Deze. Oh, wacht. Oké, ik ga het eerst laten zien. Het zijn deze. Maar, Jasmee, het is pikant, spicy. Dus, ja, gaan we ervoor. Oké. Ja, wel. Het is een beetje spicy, maar het is wel lekker. Maar dit valt wel mee. Oh, lekker. Welke cijfer geven we deze? Een 10? Nou, een 8. Ik hou niet zoveel spicy. Ik ook niet. Maar het is wel lekker. Ja. Het is niet heel vies. Ik kan heel goed tegen pikant eten. Het heet ramen. Nee, niet te veel happen nemen. Ik zweer. En je smaakpupillen worden lekker aangezet. Maar het is niet vies. Echt wel lekker. Maar je voelt hem wel. Echt wel lekker eigenlijk. Ja, er zit ook groente in. Ja, het is gewoon noedels eigenlijk, wat jullie wel vaak eten. Ja. Oké. Okay. Dan komt er maar. Ik weet het, dus ik weet het. Een soort blotje achter. Ja, maar dan dat. Nummer 2, Strawberry Bubble Tea Kit hebben we gekocht. Nou, ik heb ze niet allemaal gemaakt. Oh, dus mij heeft wel geproefd. Oh, sorry. Want ik dacht, laten we eerst even proeven. Als het nou niet lekker is, dan weet ik veel. Kan ik misschien wat anders bij me maken. Maar oké, ik ben benieuwd. Ik heb een balletje. Oh! Lekker. Die balletjes zijn ook zo lekker. Ben ik de enige die niet lekker vind? Dat is echt heel goor dit. De balletje nog niet geproefd, de balletjes. De balletjes zijn zo lekker. Maar jullie vinden jullie vinden dit ook lekker drinken? Nee. Zo, nee, ik ga ook maar weer terug naar mijn spicy noodles. Maar ik hou niet heel van melk. Nee. Dat is een beetje melkachtig. Maar de balletjes zijn wel heel lekker. Echt? Ja. Geproefd. Ik kom er niet bij. Nou, ik weet niet. Het is een, hoe kan ik het omschrijven? Het is chocoladeballetjes. Het ruikt naar een beetje. Hoe heet het? Anijs of zo? Nee, anijsmeel? Fristi. Nou, wat vind jij daarvan? Ja, weet niet. Is het echt. Melkachtig. Ja. Maar ik heb mijn noedels op. Die waren echt lekker. Nou, kijk, ik ga die. De boordje proeven. Ja, nou, die vond ik echt vond het lekker. Sorry. Ben ik nou echt de enige die die balletjes lekker? Ja, ik vond het echt niet lekker. Ik vind dit ook niet lekker, dit melkachtige iets. Vind ik ook niet zo lekker. Heb je nog meer? Van wat? Nee. Ja? Dus dit gaf ik een. Ik geef dit echt een 1. Ik hoef dit niet nog een keer. Of misschien wel een 0. Kan dat? Ik geef een 0 deze 10 en ik geef deze een 2. Ik ook. Ik geef deze 2 en deze 9.
Oké, ja. En ik gaf deze een 8, hè? Leuk, want ik ga niet zoveel spijzen. Dus 8 en een 0 gewoon. Ja, maar weet je, het is een beetje ik weet het apart. Niet. Het, is, het lijkt wel een soort gesmolt ijsje of zo. Ja, maar ik heb al één keer een bubble tea op, maar ik vind bubble tea steen niet lekker. Nou, die ijs tea vond ik wel lekker. Ja, die ijs tea. Ja, ja. Maar dat was gewoon ijs-tea. Water met die balletjes. Ik heb geen idee, het was ijs tea. Ja. Ik ga het even een doekje pakken en dan gaan we door naar de volgende. Mijn mond is echt pikant aan het worden. We hebben er nog 3. Ja! Oh my god, ik zie echt wat aan. En waar Jasmine zo enthousiast van wordt. Yeah. Nou, dat klopt. Die zag ik. En toen dacht ik, ja. Maar die doen we als laatste. Nee. Dus Jasmine had laatst ook met Boy ijsjes meegenomen. Ja. Dat waren dezelfde als deze. Mag ik ze erbij pakken, alsjeblieft? Die mag jij erbij pakken. Ja. Want die wil ik ook proeven nog een keer. Maar dat waren dezelfde als deze. Ik weet niet hoe het heet. Mango flavor. Ik denk, ik zal niet alles in aardbei doen. Want dat weet ik ook. Maar dat zijn die. Langs, die zijn zo lekker. Ja, en dat zijn mochi. Maar we gaan zo. Mag ik nog even proeven? Ja, gaan we die even proeven. Maar deze zijn dus zo. Oh, kijk hoe schattig deze zijn. Het zijn mini mochis. Oh mijn god. Dus het zijn deze. En dus heb je daar grote. Ik mag niet eten. Oké. Okay. Kan je deze ik had al een schaar gepakt. Nee, ik niet hoor. Ga je die eerst voor die dan? Ja. Okay. Ja, eerst ga ze even die proberen. Lekker! Ja, dus meestal vindt hij dus heel lekker. Het is dus vanille ijs. Huh? Het is een rijstpuddingje. Ik ga niet doorgekoud. Ik ga helemaal trillen. Ja. Dus ik wacht even tot hij opdooit. Maar het is inderdaad een rijstpudding. Iets met vanille ijs en aardbei van binnen. Ja, wat? Ik vind het echt heel lekker. Nou, Romy, misschien is het dan weer wat meer voor jou. Oké, dit is echt heel zoet. Oh, dat voelt echt heel vies. Eeuw. Oh, dit is dus. Ik weet niet wat het is. Gatver. Kijk, dat kan je dus zo uit elkaar trekken. Zie je dat niet altijd? Man, help. Oh, nee. Mag Wat is het? Eeuw. Wacht even, ik ben nog aan het kouwen. Oh man. Kijk maar, mijn tranen man, in mijn ogen. Oh. Kijk, ja, je hebt de aardbeispeel gegeven, dank je. Oh mijn god. Wat is dit? Dat mensen dit lekker vinden, wat is dit? Eeuw. Het is een soort van... Weet je niet? Nee, deze. Wat is het, een soort pruim? Ja, pruim. Hoe heet die snoepjes? Er zit ook iets in. Ja, die heb ik ook opgegeten. Neem maar hapjes, lekker hoor. Dat heb ik al gedaan. Ik ook. Wat is het? Jeetje, hoe gaan we dit omschrijven? Hoe heet dat ook? Is het poepcijfer op? Die snoepjes die papa zo lekker vond. Die. Ik heb geen idee, maar het ruikt heel lekker. Hier, kijk, moet je dit zien? Ja, kijk, er zit een soort iets in. Maar het ruikt dus heel lekker. Maar het is heel squishy. Het ruikt echt naar mango. Het is een beetje een... Nou, mango ruikt meer naar snot. Nee, het ruikt wel naar mango. En ik ga het ook nog een keer proeven. Nee, ja. Joh. Ah, het is niet heel vies. Het is een beetje een gedroogde abrikoos of zo. Eeuw. Daar smaakt het naar. Hier, dat staat. Je mango. Ja, mango. Maar het is geen abrikoos mango. Wat staat hier jongens bij? Ik heb geen idee. Laat weten in de... Er staat mini mochi staat er. Dat kun je toch lezen? Mini mochi staat er. Nee, hier. Ja. Chinees. Dit was een no-go. De overal geven we een cijfer? Eeuw. Ja? Nou. Ja, ik ook. Ik wou nog zeggen, misschien is dit een lekkere, maar... Ja, eet lekker je ijs op dit. Ja, maar 1 is toch het laagst? Of 0? Is 1, ja, weet ik eigenlijk niet. 0 kan ook. Nou, dan geef het 0. Ja. Nou iets lekkers, hoop ik. Yes. Ook die hadden ze. Die zag ik, hè. Oh, maar dat is nog niet wat ik dacht. Ja, wacht, ga openmaken. Dat is, hadden ze dus ook in aardbeidsmaak. Maar ik dacht, ja, laten we even... Die had ik vorige keer gezien. Laten we even voor de chocola gaan. Jasmine had het inderdaad gezien. En zei ze, oh man, die wil ik een keer proeven. Nou, bij deze. Maar ik wil hem opmaken. Ja, voorzichtig van als breken ze. Oké. Okay. Mm, lekker. Het ruikt naar chocola.
met chocola. Oh. Mm. Chocolade-ijsje. Oké, zo lekker. Ik word er helemaal stil van. Dat is wel lekker. Dan kunnen we even bijkomen voor de volgende. Dit is echt heel lekker. Kan je deze vaker kopen? Ja, deze zijn wel echt heel lekker. Ja. Dus dit is echt een aanrader. Deze heet Tokimeki. Hm? Dit is het merk. Weet ik ook niet. Je hebt chocolade. Maar, mijn lippen? Kijk, dat is van Romy's in douche. Ja, dat. Okay. Hoe moet dan? Het is Tokimeki biscuit. Maar kan je dit vaker kopen? Ja, deze zijn wel lekker. Voor minder schoon. Maar, hebben jullie ook dit gezien? Oh, zit er knetters op. Ja. Goed, ik hoor bij jou. Ja. Opeens denk ik, hé. Hey, ja. Popping candy. Dus dit krijgt een dikke... 10! Plus. Zeker nee, weten. Kijk, deze. Ik geef hem een aardig cijfer. 100. Ja, nee, dat kan niet. 10 plus inderdaad. Maar deze, echt heel lekker. En ze knetteren, maar dat voel ik nu pas. Ja. Ik voel het al. Dat je zo snel eet. Ja, dat je zo snel eet en dan blijft het nog wat achter in je mond. Deze waren lekker. Ik wil zo graag voor je zak mee eten. Nee! Echt! Ja, wat is dat? Laten we zien. Dit zijn die vieze jelly dingen die ook via je neus eruit komen. Oh nee, zak niet! Oh nee! Mama, nee! Ja, dus dat zijn van die slurp jellies. Mag ik hem ook? Ik ga ook kijken. Wacht, wat is dat? Ja, ik ook. Want anders gaat hij ook via mijn neus. Dan ga ik natuurlijk lachen. Oh, wacht even. Anders zitten ze allemaal open. Roze. Roze. Oké, welke denk je dat het vieste is? Oh, we hebben allemaal verschillende smaken. 15 smaken. Aardbei. Ja, of lychee kan ook. Aardbei. Ja, lychee. Wat is lychee? Dat is dat pijlvruchtje, weet je wel? Maar ik wil deze. Oké, okay, zal ik voor een hele vieze gaan dan? Zal ik een gele nemen? Ik moet even de kleurtjes kijken. En neem die roze. Staat het erop? Sweet mellow. Nee. Dit is sweet mellow. Nee, het staat er allemaal op. Oké. Nou, alleen het topje eraf. Ik ga voor rost. Ja? Iedereen een andere kleur. Nee, maar dit komt via je neus eruit. Nou ja, als je verkeerd gaat wel. Ja, als je lacht. Als je lacht. Oh, wacht even. Om het open te krijgen. Werkt het al niet zo lekker? Ja hoor. Werkt het al niet zo lekker? Oh, dat ruikt wel heel lekker. Het ruikt een beetje open, maar heel... Dat is niet open. Ja, jij gaat gelijk ook voor het grommige schut iets lager, schat. Oeh, mama, kom maar, jij maar vast. Schuin? Ja. Ja. Maar wat was er gebeurd? Ik ga exploderen. Niet knijpen. Ja, oké. Okay. Maar het is het lekker. Ik heb even de deur dicht gedaan, Max. Oké, 3, 2, 1. Kijk, jullie jassen. Ja, je neus. Oh, heel vies, jelly. Ik vind het wel... De structuur lekker. Is heel bijzonder. Ik vind het wel lekker. Maar het is wel lekker. Kook. Mag ik jou eens proeven? Het is... wat hebben jullie voor smaak? Aardbei. Hetzelfde. Dit is... juist wat zoeter. Dit is gewoon limoen. Eigenlijk gewoon... Maar kijk, dit moet je dus zo doen. Laten we even zien, hè. Wow! Dat is echt heel goor. Oké, maar voor mij komt hij er niet uit. Kijk maar. Is hij nog zitten? Ja. Oh, en ik ben nou weer knippen. Ja. Hey, je moet hem zo in één keer zo naar binnen slurpen. Nee, dat durf ik niet. Ook niet. Dan doe je een klein stukje. Dat heb ik al gedaan. Nou, ik weet het niet. Het is niet vies. Ik vind het echt goor. Kijk. Kijk hoe goor dit eruit ziet. Het is echt jelly. Het is echt alsof je een gel. Zo voelt het ook, hè? Eww. Het is wel lekker. Maar ik wil geel heel graag proeven. Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Zal ik hem openmaken? Want hij heeft best wel lastig open te maken. Het is een rare substantie. Ik weet niet wat hier nou heel erg leuk aan, lekker aan is. Maar ik weet denk wel. Maar ik denk misschien als je ze in de koelkast legt, als je er een ijsje van maakt in de vriezer. Zullen we dat doen? Ja. Dan leggen ze in de vriezer neer. Dan gaan we er even een paar in de vriezer. Dit lijkt wel een nijntje. Maar zou gel... Het is echt gel. Eeuw. Maar zou gel... bevriezen, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Nou, ik leg er gewoon 3 in de vriezer. Hebben jullie nog vorken voor smaakje? Dan gaan we allemaal afgeleerd. Ja. Leg die even in de vriezer. Wat geven we het voor cijfer? Een 0. Ja, een 3. Ja? 3, ja. 3.
Een 3. Wat geef ik het voor cijfer? Nou, ik hou sowieso niet van die jelly. Dus ik denk dat als die uit de vriezer komt, dat ik het dan wel lekker vind. Want de smaak is niet verkeerd. Nee. Wil je een doekje? Ja. Jullie geven het een 3. Ja, ik denk dat dat wel een heel mooi cijfer is. Want het is niet heel vies. Maar het is jelly. Het is, ik heb zo'n goede smaak. Ik weet het niet. We gaan op een chocolade disco dippers. Die echt zijn beter. Maar waar heb je dit gekocht? Ja, dat is een groot geheim natuurlijk. Kan je dit nog, ik kan dit nog een keer kopen. Ja, dat kan ik zeker. Kijk, we kunnen het allemaal verdelen. Ja, leg ze maar op tafel. Ik hoef niet hoor. Dan eten jullie maar lekker. Twee. Maar niet te veel, want we moeten nog eten. Twee. Toch? Wat dan? Dat weet ik niet. Ja, wat gaan we eten? Ik moest het heel eventjes overleggen of dat nou doorging. Maar het gaat een beetje soort van door. Half. Ja, maar we blijven in de Japanse eten. Toch? Het is Japans. Ja. En dan gaan we voor sushi. Ja! Dus dat is sowieso lekker. Ja, dit. Mijn favoriete eten. Ik vind deze ook die van Romy, hè? Ja, ja. Deze stokjes vind ik heel lekker. Zijn ook heel lekker. We wachten nog eventjes, want we gaan ze natuurlijk uit de vriezer halen. Dus we gaven deze een 3, hè? Ja. Dus eigenlijk hebben we de stokjes gewonnen, want dit was echt... Zo goor. Ja. Het is echt heel goor. Ik hoor jou knetteren. Ja. Ik hoor die stokjes knetteren. Maar deze was echt niet... Dit is echt heel vies. Echt heel vies. Zo. Ja, als je van melk houdt... Dan kookt het. Dan is het misschien lekker. Maar als je het van melk houdt, dan is het niet lekker. Nee. Nou ja, ik vind melk niet vies, maar ik vond het echt... Dit is niet echt lekker. Nee. En dan hebben we ook nog deze. Die vonden we wel die lekker. Heb je nog meer? Ik heb hier nog. Daar nog. Dus deze is wel lekker. Dan gaan we straks aan het eten. Dus ja. En de jelly was eigenlijk niks. Dus ja, deze hebben we gewonnen. Ja. Toch? Maar ik wil ze vaker hebben, want dan kan ik ze mee naar school. Dat is misschien wel een goed En dan idee. Kunnen we ook tegen Romy zeggen waar je ze koopt, want dan kunnen ze hij ze ook kopen. Dat is goed. Dan hebben we lekkere... Dus we sluiten de vlog nog niet af, want we halen ze daar natuurlijk even uit de vriezer. Ja. Sushi time. Nou, we zijn al die... alle drie op de skiers! Na al die sushi en al dat gesnoep. Wow. Gaan we allemaal op de skiden. Gaan we het even afskileren. Romy heeft mijn skiders aan. Ja. Van heel groot. Ik heb natuurlijk mijn mooie skiers aan. Mama heeft daar. Oude skiders ook aan. Die heb ik pas echt al 20 jaar geloof ik. Ja. Hè? Dus nu gaan we lekker even skileren. En dan gaan we onze ijsjes uitproberen. In ieder geval onze jelly dingen. Ja, kijken of de gel bevroren is. Die kant. Oh. Het is wel heerlijk weer. Zo. Nou, we zijn er weer. En ze zijn semi-hard. Nou, semi. Max wil ook weer aandacht. Niet hard. Niet hard. Nee, het is een beetje... Zacht hard. Rubberachtig. Het komt er echt niet uit. Mijn is niet open. Het is nog steeds jelly. Mijne wel. Huh? Mijne is geen jelly. Mijne niet. Ja, zit ook. Lekkerder. Kijk hier. Zit lekker. Ja, veel lekkerder. Beter. Lekker. Ja. Lekker. Mm-hmm. Ja, zo is wel een beetje gekrust ijs. Ja. Ja, hè? Ja, dat hadden we wel verdiend naar dat skiller. Ja, dus als je ze in de vriezer doet, zijn het eigenlijk gewoon een soort ijsjes. Ja, ik denk dat het dezelfde smaak is. Nee, ik wil die proeven. Dan doen we het wel. Ja, wij proeven. Dus die jelly... Oh. Oh. Aan de andere kant. Oh. Is toch wel goedgekeurd. Wat is het smaak? Ik weet het niet. En, lekker? Een beetje waterachtig gewoon. Ja. Ik heb een ijstie. Ja, deze is wel lekker, hè? Nee, ik heb een andere. Want ik heb een andere, kijk. Ik proef wel wiggle wiggle. Een beetje appel of zo, hè? Ijstie. Ik heb ijstie. Hetzelfde, denk ik, hè? Nee, mijn is gewoon wel zacht. Nou, dan is die niet goed bevroren. Nee. Hoor je die? Ja hoor. Mijn is helemaal plat. Maar wel lekker. Ze mogen er nog iets langer in. Ja. Mm-hmm. Maar ik vind deze echt wel, als je ze in de vriezer doet, zijn ze zeker geslaagd, toch? Ja. Ja. Dus, 6. 6. 7. Ja? Nou, ik wil toch 8. Ja? Ik vind ze wel lekker, maar het zou niet dat ik denk... Kijk.
Ik vind dan die knetter chocola vond ik lekkerder. Ja, ja, hè? Dat was de smaak is gewoon lekker, de smaak. Ja, dus alsnog hebben ze gewoon die chocola sticks. Ja, ja. Je kijkt die hebben onze challenge gewonnen. Bubble tea ga ik echt nog wel een keer een kans geven. Maar dan iced tea. Ja, want toen ik natuurlijk in Chinatown was, die was ook heel lekker. We hebben iced tea, dan doe je die balletjes erin. Probeer dat. Ja, maar die balletjes zijn niet zo lekker. Boeien. Het gaat gewoon met het idee. Ja, we kunnen ze wel in de vriezer leggen, dan heb je ijsballetjes. Ik heb ze denk ik al weggegooid. Maar goed, wij vonden het weer leuk om deze challenge te proeven eigenlijk. Ja, deze afsluiten. Ik ga het door de hele tafel heen. Niet doen. Ja, ik vond het leuk om weer geprobeerd te hebben. Ja, ik ook. Ik zou zeggen, ga het gewoon proberen en ga uittesten of jij het wel lekker vindt. Kijk. In ieder geval, de noedels waren lekker en die stokjes zijn echt super aanrader. Dus vond je dit weer een leuke vlog? Geef dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Zie jullie andere keer weer in een nieuwe vlog. Doei! Doei!